Vrienden en fans, welkom bij een nieuwe serie op mijn kanaal. We gaan vandaag beginnen met Under the Waves. Een game van Parallel Studio, waarin we Stan gaan spelen, een professionele duiker. Ik ga eventjes voorlezen wat het precies is, want het is op zich wel een heel mooi spel, denk ik. Stan, professioneel duiker in de Noordzee, vindt het lastig om over een levensveranderend verlies heen te komen tijdens een lange missie onder water. Hij zit vast in zijn zelf opgelegde eenzaamheid en begint vreemde gebeurtenissen te ervaren. Hij zal de belangrijkste keuze van zijn leven moeten maken. Nou, als dat geen bodem is voor een goede game, dan weet ik het ook niet meer. Het wordt echt een pure let's play, dus het wordt geen knipwerk. Het wordt gewoon lekker achterover, pak wat te drinken, pak wat te eten. En dan gaan we gewoon lekker beginnen met Under the Waves. Vergeet niet dat als je de video leuk vindt, om even te liken of te abonneren als je nieuw bent. En nogmaals, let's go. Veel kijkplezier. Er zijn drie soorten mensen, de levende, de doden en de personen die op zee zijn. Het is trouwens ook in het Nederlands, de tekst althans, dus dat is ook wel prettig. Parallel Studio, het ziet er nu al heel mooi uit. Capsule 12, come in. You there, Stan? Ja, ik ben er. Who is this? There he is. Ik ben zo benieuwd. Why, if I'd known the big man himself was running my orientation, I'd have put a tie on. Oh, there's gratitude for you. The finest in unit trench deep sea fashion, and he talks about dressing up. How you doing, old man? Old indeed, but fine. Glad to have you back. Yeah, well, you're probably the only one. Let's just get this suit calibrated, okay? Drowning on my first day would be embarrassing. Headlines alone. Oxygen and seals were signed off by the prep team. Well, great. My compliments to the tailor. Not just any suit, Dad. Packed the gills with cutting-edge technology. Uh-huh. Just means there's more that can go wrong. Forget about it. You'll be fine. No. Nou, volgens mij zijn we helemaal ready. Check. This thing on. That'll do it. So how about it, lad? Oh, we zijn echt op de bodem. You have no idea. Het is niks voor mij, dit soort dingen. Okay. All right. Just like in training. Nice and easy. That's the spirit. Don't forget, keep an eye on your oxygen. Try not to overextend the seals. Okay, daar gaan we. Oh, wow. All right. The mini sub should be all set up by now. Should be a big door right in front of you. Head through there. That's the garage bunker. Easy as falling off a log. Oké, dit is wel echt super mooi. Betreed de bunker. Ik speel trouwens ook op Ultra. Dus mooier kan niet. Well, hello there, lads. It's been a while. We kunnen trouwens ook de hut openen. Oh, wauw. Oh ja, we zien onze zuurstofmeter, geloof ik. Onze map. En ja, we kunnen hem dus ook aan en uitzetten. Dat is wel handig. Neem aan dat we dit moeten doen. Kom op, open. Ja. Hij kost trouwens 30 euro op Steam. 3 tientjes. Moeten we doen. Het is echt een avonturengame, hè? Dat kun je al gelijk merken. Het is echt, ja, ik zeg het gewoon nog een keer. Het ziet er heel mooi uit, hoor, allemaal. Oké, maar we gaan door. Bereik de hangar. Of de hangar. Wat is dit voor knop?
Oké, wat is hier? Ik vind het ook vet dat hij heel dicht, of de camera heel dicht op de character zit. Dat maakt het wat, nou weet niet, vind ik gewoon mooi. Wat kunnen we hier voor de rest doen? Looks like a lift. Wat is dat? Plus metaal 1. Oh, we kunnen dus ook dingen verzamelen. Kunnen we bouwen? Dat zou al vet zijn. Persoonlijke informatie. Oké, we hebben ook een heel menu zo te zien. Unitrains in logboek instructies. Gefeliciteerd medewerker. Als onderhuidsmedewerker op zee ben je een cruciaal onderdeel van de Unitrains familie. Jouw welzijn is onze prioriteit. Welkom aan boord. In de bijlage vind je een... Oké. Persoonlijke aantekeningen, fauna, verloren voorwerpen. Dat is de map. Oh, dat is wel groot, of niet? Hoofdmissies. Oh, hier kunnen we ook zien wat we aan het doen zijn. Vind Moon of Moon. 30 meter. Voorwerpen. Oké. Laten we eens even kijken of we verder kunnen komen. Wat is dit? Kan ik hier naar binnen? Wat is hier? Oh, wat zijn het voor grote krabben? It's darker in here than it is out there. Well, that's not right. Looks like something tripped up the fuses. Been a while since anyone's been down there. Hang on a moment, I've got maintenance on the other line. Kan hier niet in? You're going to need to power up the place manually, so head on through to the generator room. Oh, wacht. Is dit het? Hallo? Lucky for you, Unitrench had the lowest common denominator in mind when designing our facilities. There's a couple of Jennies in here with big old startup levers. Daar gaat hij. Voilà. Instant power. Yes. But if this goes wrong, I'm not paying for it. We kunnen ook scannen. Oh, dat is mooi. Kijk maar op mijn mapje. Kunnen we ook weer meer dingen zien? Dan zou dit nu moeten doen. Oké, done. We have power. Oké, we kunnen verder. En nu? Hé, dat is metaal. You can always put metal to use. Ik heb geen idee waarvoor. Misschien kunnen we bouwen, ik weet het niet. Gelukkig, hij gaat open. How big is this place? Big. Wat is dit? Is plastic? Itself is another part of the facility. Hier nog wat? Nee. See that door beneath the fans? I'm gonna have to swim to it. You're going to have to swim to it. How much air does this okay? All right. Okay, we gaan zwemmen. Ik heb geen zuurstof meer. Remember, you can adjust your depth as well as your direction. That suit's pretty hardy, so don't worry about poking any holes in it. Ik heb zuurstof nodig. Oké, nou, we gaan wel zwemmen dan. Have a look over there. Yeah. Oh, hier, zuurstofkokers. Oké, die moet ik hebben. Pak hem. Two steps ahead, as usual. I forgot they integrated them into the training. Pretty impressive stuff, Tim. In-suit oxygen resupply. You have no ingedrukt daar om het voorwerp te gebruiken. Oké, we hebben weer zuurstof. Dat is fijn. Unitrench are committed to a minimum impact operation. Also... Never know, might come in handy. Plastic. Ik denk niet dat we hierheen moeten. We kunnen ook zien op de kaart waar we heen moeten, maar... Vuilnisbelt voor plastic afval. Plastic vervuiling. Plastic is een van de dodelijkste tekens van onze tijd. Of het nu de schildpadden zijn die volgens... Vuilnisbelt. Ja. Oké, en nu? Waar moet ik heen? Ik moet sowieso naar beneden. Oh, wacht. We moeten naar boven. Maar dat kan ik zwemmen.
Oké, naar beneden. Kan ik gewoon staan? Dankjewel. Ik heb geen idee, dit spel is echt gevaar. Waar gaan we naartoe? Hoe groot is het hier, joh? Ja, dat moet je maar echt niet laten doen, dit echt. Oh, Stan, it's lovely. Clouds and little birds. Soothing. Oh, wow. And there she is, the moon. Pride of the Unitrench fleet. Really? Oh. No, she's a piece of junk. We hebben onze onderzeeër gevonden. Really helps the crushing anxiety, old man. I'm joking. She's a solid piece of kit. Now you're a fully qualified. Kan ik hem aandoen? Service diver, we spare no expense. Well, oh, wacht, we moeten hem losmaken. We'll have to decouple those clamps. Ja, zie dat? Een paar knoppen. Couple of buttons on each side there. You know the drill. Ja. En dan hebben we het volgens mij gedaan, of niet? Nee, nog eentje. En dan hebben we ons onderzeeër unlocked. Letterlijk en figuurlijk. Kijk, daar komt hij. Het is echt een super mooi spel. Go ahead and climb on board now. Ik neem aan dat het aan de bovenkant wordt. Ja. Jongens, daar gaan we. We gaan in the moon. Oh, wat gaaf zegt dit. En dan kunnen we gewoon helemaal de Noordzee gaan verkennen. Neem ik aan. Impressive. Not just a pretty face. Hop, planken met dat ding. Gassen. Higher insurance premium if you smack yourself into something. Green across the board. Looks like we're good. Die muziek ook in deze game. Holy shit. Oké, daar gaan we. Vind Moon. Oh my god. I was kind of expecting a big reveal there, Tim. Boost. Super vet. We kunnen ook zijwaarts. Even down here. Now let's get you out of this cave and we'll see about getting you to your new home. Nee. Oh wow, dit is gaaf zeg. There she is. Told you it was about the timing. Okay, dit spel is echt heel mooi. She can be a beauty, that's for sure. Oh shit, waar is mijn enough of that. Off you go. Juist. You need to reach the life module. That's the tub you'll be calling home for the next few weeks. You can use the sonar system to highlight your position. Should make getting lost a little harder. Okay, we moeten de leefmodule vinden. Heading there now. En dat is nog 600 meter. Het is echt niet normaal. Het is echt heel gaaf. Ga hem kopen. Ik zeg het nu al. Ga hem kopen. Het is echt heel mooi. Er zit ook een soort van grain in het spel. Weet je wel? Dat is een soort grain als beeld, zeg maar. Echt heel vet. Heel mooi gedaan. Het past er wel bij. Soms is het heel irritant te spellen, maar bij deze niet. That must be the life module. Looks like a lighthouse. Ik ga eventjes boosten. On the bottom of the ocean floor. Ik ben ook benieuwd of we haaien tegenkomen. Nou, ik neem aanval wel, toch? Oké, okay, daar is het. Oh, het is een soort, soort space center. Moon will fit snug as a bug. Aanleggebied. Take it slow. Pay no mind to the drone there. It's assigned to the area. Hard jobs and so on. But, yes, daar zijn we. Docking complete. Heading inside. Betreed de leefmodule. Oké, okay, daar gaan we. Oh, het is hier. Oh my god. Is dat een walvis daar achterin? Dat meen je niet. Nee, dat is een schildpad. Kan ik hierin? Ja. Ja, het is een soort van
Space Center. Alleen al onder water. Excellent. Get that suit off and call me on the radio when you're inside. Just gonna sit for a second. It's This is all. Hey. Take your time. Been a big day. Yeah. Thanks, Tim. Ik zou een gekke paniek aanvallen krijgen daarin. See inside. Is niks voor mij, veel te claustrofobisch, joh. Wat ga ik nu doen dan? Is dit mijn huis of zo? Okay, this is not as bad as I expected. It's actually okay, cozy. Cozy? Nou, ik vind het helemaal niks. Radiooproep. Om op te staan, om de weergave te wijzigen. What the fuck? Je kunt gewoon zelf bepalen hoe het eruit ziet. Hoe vet is dat? Net zoals dat je in die, in die onderzeeër zit. Oké, daar kan ik niet heen. Beantwoord de oproep van Tim. Nou, dat doe ik toch? Is this right? Hey, Tim. Finally. Okay, now the fun part. Press that button over there on the panel. Is that the light switch? You'll see. Schakel Mercury in. Mercury. New user identified. Stanley Moray, level 3 worker. Welcome aboard. Stan, meet Mercury. The newest addition to the Unitrench family. What the fuck? A talking computer. Merc's a glorified calculator, but he'll help with the admin and the like. Just don't expect any debates on the meaning of existence or anything. Hmm. Pretty swish. You're worth it. Okay, that was well fit. Only the best for Unitrench employees. Uh-huh. Why do I think you're joking? I'm offended, lad. Okay. Anyway, now you two are acquainted, you should have access to all the rooms. All rooms, now unlocked. I'll give you a moment to familiarize yourself with all the luxurious facilities at your beck and call. Welcome, by the way. I'd start with the storage room. Make sure your stuff arrived in one piece. What is this? Is this thing on? Het magazijn. Kan ik mijn kaart weer krijgen? Nee, dat kan niet. Oké, we moeten heel even zo'n schip leren kennen. Want ik heb geen idee waar alles ligt. Oké, dit is mijn slaapvertrek, neem ik aan. Ja, ik kan dit werken. Oh, hey, een computer. Ze hebben echt de boot uitgehaald. Oké, we kunnen gewoon zitten en chillen. Leuk. Maar ik zoek het magazijn. Oh, het is daar. We zien het ook op het scherm. We kunnen zelfs douchen. We kunnen van alles doen. Ja. Oh, hier is het. Nou, even kijken of onze spullen... Wie heeft onze spullen gebracht dan? Think everything made it down okay? Thank God. If something had happened to these... Well, should hang them up at some point. Without drilling any holes. Oké, en nu? Missie voltooid. Wat moeten we doen? Assuming you've no complaints, the rest of the day is your own. Make yourself at home, get some rest. Tomorrow we get to work. Nighty night. Oké, laten we eventjes een beetje gaan verkennen. Dat is mijn slaapvertrek? Wat is dit dan? Oh, dat is de keuken. Bel Emma. Wie is Emma? Ik word heel nieuwsgierig van dit spel. Kan ik ook rennen of is dit het? Ja, we kunnen alleen maar lopen. Who is this for? I'm the only one down here and they already bagged me. Oké, laten we even bellen.
A little more complicated than a telephone, but I think we're good to go. Hi, this is Emma. I'm not here at the moment, obviously, so do the thing after the thing. Lost. Hi, Emma. It's Stan. It's me. Hi. I made it down okay. I know I didn't, what we said before I left. You said you needed space, right? And I needed space, so yeah, this is space. Tim set me up with a phone. Obviously, it's the number I gave you. He said the line should be fixed by now, but yeah, it's Unitrent, so who knows? I miss us. I miss. You know what? I'm gonna let you go. Lekker vaag allemaal, Stan. Okay. You should get to bed. Okay, vaag. Einde van de dag. Om het menu te openen. Even kijken, ik moet een logboek van ze bijhouden. Persoonlijke gedachten, eventuele problemen, dat soort dingen. Blijkbaar helpt dat om een vaste emotionele basis te behouden. Dat moet ik dan maar geloven. Dit is mijn tweede inzet als duiker en mijn eerste keer dat ik op de bodem van de zee woon. De leefmodule is erg mooi, er is een tv. Eerlijk gezegd heb ik geen idee wat ik hier moet schrijven. Ik voel me prima, denk ik. De isolatie voelt goed en nodig ook. Einde invoer. Het is natuurlijk wel zo dat als je zeg maar een leven hebt waar heel veel in gebeurt, dat het best wel fijn kan zijn als je ineens op de bodem van de zee zit zonder iets om je heen. Dat is op zich wel heel erg fijn, maar alsnog heb ik zoiets van, nee, dat zou ik niet willen. Big day tomorrow. Het lijkt me helemaal niks. Let's get some shut-eye. Maar ik snap het ook wel als mensen dat wel prettig vinden. Of zouden vinden. Nou, laten we maar gewoon de dag afmaken. Het is wel echt inderdaad een verhaalspel. Het is echt een avonturen game volgens mij. Ik ben ook benieuwd of de actie in je zit. Wat gaat er nu gebeuren? What? Where am I? I was. What is this? Kijk hoe eng dat is als je niet kan zien wat er is, zeg maar. Het is helemaal donker. Oh my god, wat is dit? This isn't right. This isn't. Het is echt een nachtmerrie. Kijk die walvis. Oh wacht, ze kunnen Why klikken. Is this here? Het is gewoon een stad onder water. Vuurtoren. What's there? Heel vaag dit. Ik denk dat we dat huis binnen moeten, of niet? Of we moeten die walvis volgen, dat kan ook nog. No. Not here. Is er een ongeluk gebeurd of zo? Volgens mij is het een ongeluk of zo. Dag nummer 2, routine, thuis, 1 gebied. Thuis 1 gebied. Hele rustige vibe dan is dat soort muziek. First day down here and bad dreams already. Okay. Wat gaan we doen? Kan ik bellen? Wonder if this thing has any games. Ja, inderdaad. Misschien kan ik op YouTube Gamova kijken. Ik denk het niet. Stan, we gaan geen spelletjes doen. Even kijken, kan het uit?
Thank you very much. Ja, dankjewel. Het is niet mijn muziek. Misschien moeten we ons eventjes opfrissen. What is wrong with you? Why can't you just let it go? Ja, hij zit wel ergens mee. Ik denk dat het een ongeluk is. This will come in handy. Should anything untoward. Good morning, Stanley. It is 7:32 a.m. on Tuesday, the 27th of March. I hope you have a productive day. Ik wil de zee in. Ik wil ontdekken. Verkennen. Is there any coffee on this wreck? Checking. Yes, 10 kilograms of Happy Morning instant coffee remaining. Great. 10 kilogram. Wakker worden, zet koffie. Dat... Wacht eventjes. Hier was de keuken. Daar, ja. Ja, we moeten eventjes... ons gebied leren kennen. Laten we even wat koffie zetten. Alright. Ja. Let's see what you can do. Hebben we nog voor de rest... We hebben ook een kaart liggen hier. Pretty detailed. The area seems well mapped. Oké. Okay. Staat ik gewoon letterlijk wakker worden? Moeten we dat elke dag doen, dit? Not bad. Not bad at all. Nou, dat is fijn. Wat gaan we nu doen? Wakker worden nog steeds? Misschien gaan we ons nu even opfrissen. Oh, wacht. Sounds like Tim's calling. Beantwoord de oproep van Tim. Radio oproep. Morning, Tim. There he is. How was the first night? Kloten. Zeg het maar gewoon zoals het is, Stan. If the whole giant oil conglomerate thing doesn't work out, Unitrench has a bright future in mattresses. Only the best for our chosen few. Now, ready to start the day? Ja. Right then. Head on over to the job board. You're right there. We'll post up the daily tasks each morning. Dagtaken. Oké. Okay. Simple as that. See you out there. Dagtaken hebben we zelfs. Ontvang routine missies. Alright. You seem easy enough. Twee nieuwe missies beschikbaar. Oh, hier. Algen schoonmaken en klein lek. Even kijken, algen schoonmaken. Een uitheemse soort algen is gedetecteerd in de algenbedden. Ga er naartoe en verzamel de groene algen. Verzamel groene algen, 0 van de 15. En dan hebben we ook een klein lek. Drones rapporteren een lek vlak bij de raffinaderij. Vind en repareer het. Laten we dan eerst algen doen. Verzamel groene algen. Als ik dan nu op uitgang klik, ga ik dan vanzelf mijn duikpak aantrekken of dat niet? Wacht even. Oh, gelukkig. Oké, okay, we zijn er. Ik zet even mijn map aan. En ik heb nog 5 keer zuurstof. Oh my god, waar is het? Kijk hoe mooi dit is, jongens. Kijk hoe diep. Die muziek ook in dit spel. Holy shit, het is echt heel goed. Ik kan niet boosten, of wel? Oh ja, wel. Ja. Good. An invasive strain of algae is taken root. You need to weed them out. Oké. Always fancied myself. Maar ik moet dus daarheen, juist. Time to flex those green fingers then. Oké, we moeten dus deze gaan verzamelen. Ik neem aan dat groene wat we zien. Hoe ga ik dat doen? Oké, dat is er eentje. Slimy. Het is er twee. Horrible stuff. True, but it does produce a huge amount of O2.
know might come in handy. Yeah. Ja, ze hebben dit zo ontzettend goed gedaan. De wereld lijkt zo ontzettend groot. Kijk hoe hoog dat is waar we vandaan komen. Oké, ik moet ze dus eigenlijk allemaal pakken. I thought it preferred warmer waters. Well, I wouldn't know anything about that. Hmm. Yeah. Haven't checked the sauna in a while. Uh-oh. Oh wow. Get that on. Hey there. Let me guess. Joe. Yeah. Hey. Hey yeah. There, you. He's quite the celebrity around these parts. Reckon he lost the rest of his part. Ik ben me helemaal aan het concentreren op de alg. Don't worry, he doesn't bite. Er staat een missie te wachten in het menu. Zullen we de rest ook gewoon pakken? We gaan het afmaken. We gaan het gewoon netjes maken. Dan hebben we dat allemaal gedaan. Oké, mooi. Hey, vriend. Tim. Uh-oh. Wat wil je nou? Roger. Ik moet trouwens eventjes wat zuurstof hebben nu. Ja, komt maar, dankjewel. En nu moet ik dus een nieuwe missie vinden. Een klein lek, 423 meter. Oké. Het is dus helemaal daar. Ah. Ik heb echt een idee dat we gewoon elk moment een haai tegen kunnen komen. She wasn't happy with me coming down here. As environmentally minded as ever. I understand completely. I'm just glad she's still there. Come up. Yeah, we'll see. Ja, het gaat niet heel snel dit. Controles zijn soms een beetje vaag, maar het lukt wel. Ik kom er wel, denk ik. We hebben in ieder geval genoeg zuurstof bij ons. Dat zou het probleem niet moeten zijn. Maar ik vraag me af of dat zuurstof dan ook sneller opgaat als je zeg maar heel snel zwemt of zo. Er is in ieder geval een walvis in de buurt. Kom op, Stan, zwemmen. Het lijkt wel alsof ik in de stroming zwem. Of dat ik de stroming tegen heb. Oh god, ik zie een haai. Dat is niet zo fijn. Wat is dit hier trouwens? Mooi. Metaal. Ik denk dat ik een van die. We gaan eventjes alles pakken hier. En dan heb ik volgens mij alles meegenomen. Zullen we maar eventjes wat lager blijven zwemmen? Wat ben je aan het doen? Kom op. Ja, dat zwemmen is een beetje vaag. De ene keer moet ik A ingedrukt houden, de andere keer moet ik blijven drukken, dan moet ik tappen. Ik snap nou niet zo goed hoe dat nou werkt, want... Definitely a leak here, Tim. Got... Komt iets uit een leiding. Pouring out of a pipe. Yep, confirmed on our end. En mijn zuurstof is weer bijna op. Oké. Not to worry. Follow the pipe. Kijk, pak dat even. Roger. Even kijken hoor. Een klein lek. Volg de leiding. Oké, dus we moeten het gaan volgen. Nu kan ik ineens wel heel goed zwemmen. What the fuck? Zie je dat? Nu niet meer. Heel vaag. Wat is dat? Oh, dat zijn drones natuurlijk. Ik ben wel benieuwd waar dat nou heen gaat. Uh-oh, waar gaat het dan heen? Ik zie het niet meer. Oh, het is hier.
Ja. Weinig zuurstof. Oh god, oh god. Ik heb geen zuurstof meer. Ja, ik moet blijven zwemmen. Volg de leiding. We gaan nog steeds de aardverschuiving. Jeetje, waar gaat het allemaal heen, joh? Kijk hoe hoog dat gaat. Kom op. Oh, hier is het. Oké, okay, wat gaan we hier vinden dan? That's it. Valve should be inside. Dankjewel. Where'd you come from? Plastic. Oké, okay, even kijken. Wat is dit hier? Gaat dat open? Ik moet tappen. Oké, okay, mooi. Is it like a sewer? Water's filthy. Wat is dit? Skull. Zou wel een hele belangrijke resource kunnen zijn. Ik zie hier nog wat liggen. Neem meteen even mee. En dan gaan we draaien. Schakel de oliestroombediening uit. Oké, dat staat uit. Dan gaan we weer terug, denk ik. Missie voltooid. Leaks. Well, it's not prepared, but it stopped. Ik pak er nog even snel wat kool mee. Excellent. The local fishies will, I'm sure, be great. Oké, we zijn met het olielek gestopt. Nou, dat vinden vissen wel fijn vinden, inderdaad. Oh god, wat gebeurt er? Oh, dit is nooit een goed teken. Dit is nooit goed. Thuis één gebied. Ja, laten we teruggaan. Dat is ons huis. Denk ik. Ik denk dat we op die manier altijd ons huis terug kunnen vinden. Kijk dan, jongens. Kijk dan hoe groot. Oké. Okay. Nou, tools. There's a crafting table in the storage room that's just been activated. Knutseltafel. Kijk, daar gaan we dus. Noticed it earlier. Nice bit of kit. Usually we'd have the startup blueprints ready to go, but we're running a bit behind. Get over and grab them, would you? Ja, dat is goed. Bereik de leefmodule. Kom op, we moeten blijven zwemmen. Kijk al die schildpadden, kijk hoe gaaf dat is. Kom op. Zwemmen, Stan. We moeten terug naar de leefmodule. Is dat hem? Ja, dat is hem wel. Gaan die schildpadden me aanvallen of niet? Ik hoop het niet. Oh god, weinig zuurstof, weinig zuurstof. Ja, dankjewel. Oh, trouwens. Ik zie het niet meer, maar als we zeg maar zo'n zuurstofding hebben gebruikt, dan moeten we eigenlijk ook eventjes pakken wat we achterlaten. Dat plastic. Dat kunnen we ook weer gebruiken voor andere dingen, neem ik aan. Nou, dan gaan we maar weer naar binnen toe. Dan gaan we eventjes kijken wat we dan kunnen knutselen, want we schijnen drie van die blauwdrukken te hebben. Oh my god, die schrok me dood. Dat was een orka. Orka's, zelfs. Viel die me aan? Oh, ik schrok me dood, joh. Ja, dat... Huh? Dat deed ik toch net, of niet? Vindt de knutsel... Oh, wacht. Oh my god, nee, hè. Oh, hier liggen ze. Oh, godzijdank, ze liggen gewoon hier op de bodem. Dus we moesten eventjes de bodem scannen. Anders kun je het niet vinden. Dat is er één. Wacht even. Kom op. Nee, ik heb er helemaal nog geen één gevonden. Ach nee, dat meen je niet.
Huh, waarom kan ik daar niet naar binnen dan? Dat is raar. Ze liggen toch hier? Ja, als ik hier naar binnen wil, dat kan niet. Ik heb de focus op mijn objectief. Even kijken hoor. Knutsel blauw drukken. Oké, laten we het dan zo doen. Hey shit, dit was heel veel heel veel zuurstof wat ik nou heb gedaan. Wat is dit? Wat ligt hier? Wat is dat? Kan ik daar wat mee? Wat is dat? Somewhat excessive packaging there. Nieuw knutselrecept ontgrendeld. Oh, we hebben er één gevonden. Brandstofeenheid. Even kijken. Olie voor persoonlijke vervoerseenheden wordt gebruikt om de snelheidsboost van je persoonlijke onderzeeër op te laden. Gemaakt met plastic en kool is dat, geloof ik. Oké, als ik nu weer naar de map ga. Waar is dan het volgende? Oh god, we moeten helemaal knutselblauw drukken. Ligt er wat dichterbij? Oké, laten we dan daarheen gaan. We kunnen in ieder geval zien op de map waar het ligt. Dat is wel heel fijn. 240 meter, jongens. Ik weet niet of ik dat ga redden met mijn zuurstof wat ik nog heb. Oh, wacht. We kunnen natuurlijk ook met de Mona heen, of niet? Lights are all green. Ready to go. Ik kan gewoon met die onderzeeër daar naartoe. Dat zit ik helemaal moeilijk te doen. Oké, daar gaan we. Dit is natuurlijk wel een echte uitkomst, maar ik weet niet of we dan daaruit kunnen komen. Of dat we dan alleen maar eruit kunnen als we hem neer hebben gezet op zo'n landpad, of hoe noem je dat? Dus het zou dan hier ergens moeten zijn, maar... Oh, wacht, hier ligt het. Kan ik er nu uit die onderzeeër? Ja, dat kan wel. Oké, dat is wel fijn. Oké, kom op, Stan. Kom op, ga naar beneden. Er ligt trouwens nog veel meer hier. Plastic bottom. Allemaal plastic. Hier ligt ook nog wat. Brandstofeenheid. Oh, daar hebben we misschien wel wat aan. Solid and useful. Dankjewel. Hoe kom ik er dan weer in? Oh ja, vanaf de bovenkant natuurlijk. Ik vind het alleen een beetje vaag van hoe, als je daarin gaat, dan gaat hij toch helemaal vol met water. Of ben ik nou achterlijk of zo? Maar goed. Het zal wel. En dan hebben we hier nog eentje liggen in de buurt. Moet ik even goed kijken. Het zou dan hier moeten zijn. Oh, we hebben ook haaien. Dat is niet heel fijn. Ik zie hier niet een kistje liggen. Maar misschien dat ik niet goed kijk. Oh, wacht eventjes. Nou, ik zie hier geen kist. Oké, we gaan het even bekijken. Ligt hij niet onder het vliegtuig? We zien wel, hier zijn nog wat spullen liggen. Ja, dat zal best. We hebben sowieso haaien hier. Oké, kom op. We pakken dit ook meteen mee. Als we toch bezig zijn. Ik heb dat allemaal gepakt. En dan zou er hier ergens een koffer moeten liggen. Maar we gaan nou eventjes dit ontdekken. Want er ligt nog veel meer in dit wrak. Kan ik hier in? Waarom kan ik hier niet in? Wacht eventjes. Lig jij hier verstopt? There's a plane down there. Hmm. Too small to be international. Probably a... Even kijken. Hobby plane. Hier nog wat kool. Elektronica hebben we nu ook gevonden. Ik vind het een beetje vaag, want waar moet dat nou liggen dan? Oh, wacht, hier ligt het, die kist. Maar is het een blauwdruk? Dat is even de vraag. Wat is het? Hallo?
reminds me of my old Blue Ridge. Verzamelobject gevonden. Dat is geen blauwdruk. Oké, wacht even. We moeten de kaart hebben. Dat is geen... Ik herhaal, geen blauwdruk. Ik ben nu hier. Knutselblauw afdrukken. Ligt het wel hier bij die... dat meen je niet. Nou goed, in principe maakt het niet uit. We hebben hier ook wat boeiends gevonden. Oké, laten we snel maar weer teruggaan in onze onderzeeër en hier gewoon heel snel weggaan, want ik vind dit geen fijne plek op de een of andere manier. Thank God for internal heating systems. Oké, kom op. Ja. We gaan even boosten, dat kunnen we. Dus laten we er dan ook gebruik van maken. Oké, hij is wel een beetje aan het FPS droppen. Maar goed, maakt niet uit. Het valt allemaal reuze mee. Ja, het zou hier dan moeten liggen allemaal. Ach, ze liggen hier ook gewoon. Wat zit ik nou ook weer... Oh, jongens. Nou, maakt niet uit. Kan ik dit ding normaal landen? Ja, dankjewel. Wait. Do I have the keys? Ah, yes. I do. Ja, natuurlijk. Je hebt hem toch ook aangedaan, Stan? Waarom zou je dan de sleutels niet hebben? Oké, dit is zo'n koffertje. En dan hebben we de andere kant nog een koffertje. Ja. En dan hebben we de derde. Oké. We gaan onze eerste dingen maken. Ik wil weg hier, nu. Oké, ik schrok me echt helemaal dood van die orka. Daarnet hadden we haaien. Wat krijgen we nog meer? Leefmodule. Gebruik de knutseltafel. Waar kan ik dat vinden? Nou, niet hier. Dat gaan we niet in de keuken vinden. Dat vinden we natuurlijk in onze eigen kamer. Nee, dat vinden we in het magazijn. Oh, dat is dit. Oké. Zuurstofkoker. Reparatieset, brandstofeenheid, upgrades, zuurstof upgrade. Daar hebben we dus allemaal verschillende dingetjes voor nodig, wat ik nog niet compleet heb. Decoraties, fotomodus, en voor de rest hebben we eigenlijk helemaal niks. Oké, laten we dan dit doen, want dit kunnen we namelijk wel maken. Zuurstofkokertje, vult je zuurstoftank bij tijdens het duiken. Technologie is eigendom van Unitrange. Ik heb er inderdaad nog maar twee, dus dat is misschien wel handig om te doen. Daar hebben we 3 algen voor nodig en 2 plastic. Done. Alright. Easy as that. Should let him know. Oké, mooi. Dat hebben we gedaan. Een reparatieset. Dat is misschien ook wel handig. We hebben heel veel metaal gevonden. That's that. Dus laten we dat dan ook doen. Laten we er ook 3 van doen. Brandstofeenheid. Daar kunnen we er ook eentje van maken. En de zuurstof upgrade kunnen we nog niet. Het communicatiesysteem. Bel Tim. Wat is dit trouwens? That was a find. And no mistake. Makes the whole place feel more... Oh. Familiar. Dus alles wat we vinden in de zee, dat zien we ook weer terug in ons schip. Dat is wel heel gaaf. Dat is wel heel vet. Oké, we gaan even praten. Wat doe ik? I am officially a master recycler. Good way to reuse all the junk you may find out there. Now, we're trying to pin down where these comms glitches are coming from. Need you to check the local signals just outside. Follow your marker. I can do that. Stand out. Okay, even kijken. Controleer de antenne van de leefmodulen. Nou, we blijven aan de gang, of niet? Beste mensen, dit was hem, aflevering 1 van Under the Waves. Wat een geweldig spel vind ik dit. Ik vind het heel mooi. Ik hou ook heel erg van de zee, maar niet om er echt heel diep in te zitten. Maar het is wel echt heel mooi gemaakt. De muziek is heel mooi. We kunnen dingen bouwen. We kunnen de wereld ontdekken. Nou ja, de zee ontdekken. Het is heel erg mooi gedaan. Ik had er ontzettend veel plezier in. Ik hoop dat jij het heel leuk vond om naar te kijken. Zo ja, vergeet dan niet eventjes een blauw duimpje te geven. Of zelfs abonneren als je het zo leuk vond. Dan ga ik je hartstikke bedanken voor het kijken naar deze video. En dan hoop ik je natuurlijk weer te zien bij een volgende aflevering van Under the Waves. Tot dan, doei doei.